Hallo allemaal, het is vandaag 31 juli, maandag en het is dus gewoon een normale werkdag. Laris en ik hebben gewerkt aan de blog vandaag en het is nu een uurtje of twee of drie. En we vonden het wel tijd om eventjes de deur uit te gaan en even iets leuks te doen. Nou, ik weet niet of je onze vorige video hebt gezien, maar Laris en ik zijn een nieuwe serie begonnen waarin we een aantal hele leuke summer goals willen behalen nog voor het einde van de zomer. En in dit korte stukje leggen we het nog iets beter uit. Nog eventjes in het kort, we hebben echt leuke dingen gedaan de afgelopen tijd, maar toch hebben we het gevoel dat de tijd voorbij is gevlogen en we eigenlijk niet alles eruit hebben gehaald dat erin zit. Daarom hebben wij een lijstje gemaakt met al onze summer goals en deze hebben wij vervolgens in een boekje verwerkt. Als stok achter de deur leggen we alles vast met de camera en hopelijk redden we alles nog voor het einde van de zomer. Vandaag is het tijd voor summer goal nummer 2. Nou, de eerste summer goal hebben we dus al behaald. Als je die video nog niet hebt gezien, klik dan even op het i'tje of check de beschrijving en bekijk die ook eventjes. En in deze video gaan we weer iets nieuws doen. Iets wat al een tijdje op onze wenslijst stond. Ik ga Larissa straks even opzoeken in de stad, in Utrecht, want daar wonen we. En dan zal zij je wel vertellen wat wij gaan doen in deze video. Hello. Ik heb een paar vragen voor jou. Vraag nummer 1. Hoe gaat het met je tattoo vandaag? Goed. Oh, je hebt hem eraf ook. Oh, wauw. Ja, het gaat heel goed. Heel erg mooi. Ik heb hem nog steeds ingesmeerd, maar het gaat heel goed eigenlijk. Top. Ja. En vraag nummer 2 is, wat gaan wij doen vandaag? Hopelijk iets kouds nemen, want ik heb het echt super warm. Ik loop echt te zweten. Ik heb mijn jasje mee. Toen begon de zon te schijnen en nu heb ik echt mega heet. Dus, koelend? Goed idee. Oké, we hebben even wat afkoeling, wat koeling gezocht in de vorm van ijskoffie, heel eventjes tussendoor voordat we doorgaan naar het volgende. En dat is... We hebben namelijk online gezien dat je zwart ijs kan eten. Dat hebben we al gezien in Amerika, maar ze hebben het nu ook hier als goed in Utrecht. Al een tijdje eigenlijk zelfs. Zwart ijs en een zwart hoorntje. Dat is echt mijn goal, om alles volledig zwart te hebben. Want zwart, als je ons een beetje kent, is bijna onze happy color. Ja. We willen gewoon een ijsje zo zwart als onze ziel een keertje proeven. Kijken hoe dat is, waar het naar smaakt en eigenlijk gewoon een Instagram foto van maken. Ja, ik heb ook echt nog de spiegel of flexcamera meegenomen. Dus we kunnen hele mooie foto's ervan maken. En ja, dus ijs. Dus what's not to love, toch? Dus we gaan straks even op zoek naar Roberto. Ja. Oké. We zijn er, maar we zien iets heel erg disturbings. Oh nee! Oh, er staat stopverbord, Liz. We dachten dat het een logo was van een ijsje. Zwart ijsje van... We hebben het niet. Oeh. Kijk, er staat stopverbord. Je mag niet stilstaan en parkeren voor ijs. Maar Larissa en ik dachten net vanaf afstand dat het een zwart ijsje was met een kruis. Van nee, we hebben het niet. We hebben nog kans. Dus even kijken binnen. Dat ze het niet hebben. Ik denk dat ze het niet hebben. Zwarte baar. Daar staat het. Toch wel. Black is beautiful. Okay. Nu hopelijk nog het zwarte hoorntje. Als ze het niet hebben, ben ik wel wees teleurgesteld. Maar ik ben al blij dat ze dit hebben gevonden. Yay! We hebben hem! We hebben wel een normaal hoorntje. Maar misschien als we dit beeld nu zwart-wit maken, dan is het een soort van helemaal zwart-wit. Telt dat ook? Maar het ijs ziet er echt wel heel erg donker uit. Ik vind het echt superleuk. We zijn heel erg benieuwd welke smaak het heeft, want dat stond er dus niet bij. Oh ja, inderdaad. Dus we kunnen niet wachten om te proeven, maar we willen ook heel graag eventjes een Instagram foto maken. Vandaar dat we maar één ijsje hebben gehaald. Dan foto's maken voordat het smelt en dan komen we straks terug om te proeven. Het seizoen is nu, toch? Ja. Oké. Dit is dus de reden waarom we eerst één hoorntje wilden halen en niet twee. Want deze is nu helemaal gesmolten. We gaan hem sowieso opeten. Dan gaan we straks nog even de vers halen. Ja, maar we gaan deze nu even lekker proeven. Wat is het? Jij kon het ook niet herkennen. Ik weet het niet. Wat is het? Kokos? Is het kokos? Nee, niet echt. Ik proef volgens mij, zeg maar, het koolstof die erin zit. Dat proeft een beetje zanderig. Als je, zeg maar, heel fijn zand, zeg maar. Dus dat is volgens mij dat koolstof wat erin zit. Ik vind hem wel lekker. Ik vind hem een beetje fruity of zo. Maar ik kan een beetje niet op... melkerig. Dus ik weet niet wat het is. Ik zou het inderdaad eerder richting kokos zeggen. En dan met iets anders of zo erbij. En heb je nu een zwarte tong? Heel ja. Oh, ik niet echt. Nou, hoe dan ook, we hebben de summer goal accomplished. Nou, deze kunnen we van onze summer goals lijst afstrepen, dus high five.
En ja, we weten het, we waren er super laat bij, want het ijs was volgens mij al vanaf mei beschikbaar, misschien zelfs al eerder. Maar goed, daarom was het ook echt een summer goal voor ons, want we wilden het gewoon halen voordat het te laat was. Ja. We willen je heel erg bedanken voor het kijken. Als je onze vorige video hebt gemist, kijk die dan even zeker. Je vindt hem in het i'tje, je vindt hem ook in de beschrijving. En laat eventjes in de comments weten of je ook wel een zwart ijs hebt geprobeerd, of dat je het nu ook wil gaan proberen. Laat eventjes weten, wij vinden het in ieder geval aanraden, want het was ook nog heel erg lekker. Nou, vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal en geef deze video een duimpje omhoog. Als je hem leuk vond, laat ik even een reactie achter als je nog een andere summer goal voor ons hebt waarvan je denkt dat moeten die meiden echt even gedaan hebben voor het einde van de zomer. Vinden we heel erg leuk om te horen jullie suggesties en dan zien we je heel graag terug in de volgende video. Doei! Doei.